verwachtte eerder dat ik op een vrachtschip kwam. Maar de stagemarkt is vrij slecht op dit moment. En daarom zijn er veel studenten die geen stageplek kunnen krijgen. Dus heeft gelukkig de school dit voor ons kunnen regelen. En ik ben er heel blij mee. Ik was dus klaar met mijn HAVO. En toen wist ik niet echt zeker wat ik wou gaan doen. Ik wou misschien bij de marine gaan varen. Leek me toch beter om commerciële vaart in te gaan. En sinds ik dat heb ontdekt, weet ik wel echt dat het voor mij is. Ik wil echt een zeeman worden. We gaan vanavond weg naar Las Palmas. Dat is 2 weken zeilen en we verwachten wel slecht weer. Veel regen, veel wind. Dus we zijn bezig met alles vastmaken, alles veilig maken. Dus dan begint het eigenlijk een beetje. Als we op zee zijn, dan hebben we eigenlijk 3 wachten. Dat is de lookout, dus dan staan we helemaal voor op het voordek. Dan moeten we kijken of er schepen aankomen. We hebben de helm, dat is dus het sturen. En we hebben nog de firewatch. Dan moet je dus door het hele schip lopen, controleren of er niks mis is gegaan, of er geen vuur is. Ik ben dus een van degenen die zeeziekte heeft. Dus daarom heb ik ook die pleister, dan heb ik er minder last van. Voor mij is dit wel een groot nieuw avontuur. Het langste was een weekend was ik weg ongeveer, of een weekje. Ik denk zeker wel dat ik het ga missen, mijn ouders, mijn vrienden. Maar ik heb er nu eerlijk gezegd nog geen last van. Ik ben 10 dagen weg. We zijn allemaal vrienden, we zijn allemaal 1 crew. Dus we hebben elkaar nog, dus het komt wel goed.